Ja, dit willen wij allebei zien. Ik heb een klein stukje op TikTok voorbij zien komen. Alleen al de intro. Mensen, vandaag een house tour in de miljoenen villa aan Oud-Zuid. Van Amies, Mark Baanders. Ja, miljoenen villa, miljoenen die villa. Zeuren. Kijken dus. Zijn niet. Je woont vanaf nu in een miljoenen villa. En ja, het is eigenlijk een appartement, maar het is in de pijp van Amsterdam. Dus het is miljoenen. Het is alleen geen villa. Het is 40 vierkante meter. Ik moest dit samen gaan bekijken, let's do it. Jezus, mensen. Dat autootje is eigenlijk iets te klein voor mij, maar dat zie je natuurlijk wel. Nee, we hebben... Ik weet niet waar het over gaat. Hij heeft nog echt geluk dat hier een raam zit. Dit autootje kost 25.000 euro. 25.000? Dan wil ik er minimaal inpassen. Nou, toen pakte hij uit zijn bureau zijn zwaard. En hij was vergeten telefoonnummers te blurren. Heel erg goed, je bent zo gezellig. Hier, godverdomme, valt de champagne al. Nou, die gaat zo spuiten. Die heb ik natuurlijk voor je meegenomen. Ja. Hij is wat licht, want hij ligt natuurlijk al in je vriezer. Oké, wat lekker. Wat? Waarom dan die act? Ah, kakkerzooi. Ja, nu gaat hij weer spuiten. Dat is weer zonde. Het kost hartstikke veel geld. Is de helft weer leeg. Heel je huis onder. Wel gezeik. Nou, hebben we wel weer geluk dat hij al in de vriezer ligt. Heren bij jou. Ja. Maar we krijgen eerst de house tour. Ja, de house tour. Mark is vannacht door het licht gegaan. Jezus Christus. Jeetje mina. De hartbewaking. Ja, maar dan heb je ook wat hè, als je er bent uiteindelijk. Ik ben echt buiten adem. Doe even rustig, wat een lelijke jas is dat voor ons. Zeg, hou je eventjes je spuugt hebben. Wie verwelkomt nou weer zo iemand in zijn huis? God. Wat een lelijke kleding heb je aan. Holy shit, wat heb je met je haar gedaan ook? Goed, wat wil je drinken? Zou ik je mijn jas aan hebben? Zou ik je jas even aan? Je hebt wel manieren toch? Zeg je? Je bent een keurige jongen uit Zuid. Met twee kratten bier midden in zijn woonkamer wel. Zeker, zeker, zeker. Nou, we zijn niet in Oud-Zuid, hè? Ik ben officieel uit Oud-Zuid. Nee, is niet waar. Wat is dit voor woonkamer? Kiel heeft een open haard. De pijp valt onder stadsdeel Oud-Zuid. Dat is al jaren niet meer zo. Oh, we zijn al jaren geen onderdeel meer van Zuid. Dus jij bent hier geboren, dus heb je wel gelijk. Ik ben een beetje down the drain gegaan. Ja. Uit het mooie Oud-Zuid. En hierheen. Maar ja, ik ben ook student. Dus, ziet er overigens verrot uit. Heb je gesopen gisteren? Ja, ik zei hetzelfde net. Mark is vannacht door het licht gegaan. Alleen ik zeg het niet in zijn gezicht, net voordat hij opnames gaat doen voor jouw YouTube-kanaal. Oh, dit deal, ik hou er nu al van. Ik heb 365 dagen sinds mijn eerste date met mijn vriendje. Dat is een jaar. Ja, ik heb gisteren met mijn vriendin gevierd. We hebben 31 miljoen seconden. Wat is dit voor een prachtige deur dit? Is hij 1703 of... Nee, deze... Dat is geen jaartal. 1703? Nee, deze deur komt uit India. Die hebben we hier ingezet. Wat? Wie doet dat? Hij is een student in een huurhuis. Kiel zet een 300 jaar oude deur uit India erin. Dat doet niemand. Ja, en ik vond die deur gewoon heel goed passen bij mijn snijplank. Dit is de originele Mona Lisa. Ja, leg maar even eerst een kopje thee, een kopje koffie. Koffie of bier gelijk, net toch? Ik ben, eerst nog even een kopje thee, dacht ik. Nee, koffie. Koffie? Ik hou niet van thee. Ik heb je nog nooit met thee in je hand gezien, dus dat is een uniek moment dit. Zo, het is gewoon thee. Dit zijn oprecht twee alcoholisten. Nu al zin in deze video. Nee, het is wel zielig. Maar het is wel grappig. Het is niet grappig dat ze alcoholisten zijn. Nou, ik hou heel erg van ook thee met whisky, maar ik heb net zelf helemaal eigen thee gebrand in de oven. Okay. Heb ik zelf gemaakt, nou, van vruchten die bijna over datum gingen. Dan kom ik er niet onderuit om even mee te doen met je. Nee, helemaal leuk. Dank Mart. Dit zijn dus cranberries, die heb jij zelf in de oven gebrand. 8 uur lang duurt het. De tering. Wow, 8 uur lang in de oven? Wat heeft hij de loterij gewonnen? Dan kost een kopje thee gewoon 240 euro. Dat valt qua drank nog mee, moet ik zeggen. Er zit gewoon water of vodka, dan een beetje wijn. Water, wijn van de Lidl. Ik koop heel water bij de wijn doen. Dat is heel grappig weer dat te wachten. Ja, super grappig. Wat ik grappiger vind, is dat jij dacht dat dit vodka was. Uit welke Russische kelder komt deze vodka? Dit is trouwens Lidl wijn. En ik wil me niet per se laten beïnfluencen of zo, maar ik ga die wel halen. Nou, toen liet Mark zijn theekop zien en ze is niet zomaar eentje. Blijft 1,5 uur lang op de juiste temperatuur. En waar komt dat door? Omdat er een bepaald steensoort in zit? Er zit een accu in en die verwarmt mijn thee. Ja, mijn reet hier. Dan gaat dat na kopjes gaan die spuiten als je niet opdenkt. Hey, kijk hier. Ik kan hem eigenlijk
Hier, kijk, ik had hem zo. Oh, hij heeft nog gelijk. Oh, ja, weet je, maar Mark weet je natuurlijk nooit. Heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Ik had net mijn verjaardag. Dat is een flink apparaat om in je keuken te hebben om je thee anderhalf uur warm. Waarom wil je je thee trouwens anderhalf uur warm? Het is een kopje thee. Anderhalf uur, dan heb ik gewoon alweer dorst. Kijk, hoe groot is dit apparaat ook? Er staat mijn hele keuken. Als, stel, ik zou een keuken hebben. Dit heb ik van mijn vrienden gekregen. Ik zei, ik wil heel graag een cadeau waarvan ik niet wist dat het super belangrijk was. Als ik dat zou zeggen tegen mijn vrienden, weet je wat ik dan krijg? Een poepknife. Dat is een mes om je drol mee klein te snijden zodat je wc niet verstopt. Nou, toen had Mark oesters meegenomen. Maar voor ze begonnen stonden ze voor een moeilijke keus. Yo. Maar er komt toch drank? Nou ja, ik heb gin klaar liggen. Ja. Wat wil jij bij de oesters? Gin? Of vodka? Gin of... Kijk, vodka of is thee. Heel Russisch. Of thee? Maar vodka bij de oesters. Thee bedoel ik. Nee. Ketchup, mayonaise. Gewoon patat mayonaise. Floris is niet zo kak opgevoed als Mark. Mark is echt, echt volle kak, hè. Ik zweer. Hij heeft gewoon een poepnijf nodig. Okay. De zitkamer, nee, de eetkamer gedeelte. Hier zit je dus met je huisgenoten. Ja, hier zit ik met mijn huisgenoten. Ik heb één huisgenoot, Jasper. Ja. Hoe lang woon je hier nu? Even nog even. Net een jaar? Nee, twee jaar. Bijna twee jaar. Anderhalf jaar. Okay. En wij, nou ja, wij hebben op zondag altijd brunch. Nou, ook onder dingen die studenten nooit zeggen. Een brunch op zondag. Op zondag dan is iedereen aan het survivalen met een diepvriespizza. En niet in de oven. Gewoon koud. Overste deur. Maar normaal gesproken komen hier twee grote lakens op liggen van de Mozerweert. Ja. Uit mijn favoriete apres-ski-tent. We hebben glazen uit de Mozerweert gejat. Die komen op tafel. Eigenlijk is gewoon de hele tafels van de Mozerweert en stoelen. Ze zijn allemaal van de Mozerweert. Die zijn we een keer mee gaan nemen. Trouwens, de lamp is ook van de Mozerweert. Waarom zou hij dit zeggen allemaal? Over zijn vaste stamkroeg, dat hij dat heeft gejat. Floris die doet een link in de beschrijving van een aangiftformulier. Vraag wat de huur is. Of is dat ook weer geheim hier? Nee, maar ik mag niet laten zien. Ik mag dit. Mag ik wel de huur ongeveer weten? Nou, ja, je gaat er echt gewoon... Nee, dat vind ik niet leuk. Okay. Ik werk er hard voor. Do you do. Hij zal vast hard werken, hoor, dat weet ik. Maar ik weet wel voor een feit dat hij niet zelf huur betaalt. Daar komen papi en mami even om de hoek voor kijken. Nou, wat is dit voor iets moois? Een poef? Ja, die heb ik bij de vuilnis gevonden. Nee, Chumper de Poepski. Kijk, wacht even. Ik geef even wat. Oh, en dan gaat hij daarop liggen, denk ik. Maar dit heeft Mark gevonden bij de vuilnis in Zuid. Hè? Dat is wel een wat ziekere vuilnis, kan ja, ik maar vertellen. Ik haal heel veel... Hier, dit heb ik vandaag nog gevonden. Dit zei hij niet. Nee, ik ben er klaar mee. Ik sluit af. Rijke mensen denken echt dat ze in alles beter zijn. Ik zweer. Nu is in Amsterdam-Zuid zelfs de vuilnis zieker dan... Het is een mooie poef trouwens, moet ik wel eerlijk toegeven. Wat Mark vergat te zeggen is dat de vuilnis in Amsterdam-Zuid een stuk chiquer is. Ja, wij gebruiken ook geen vuilniszakken. Wij gebruiken Nicholson-jassen. Nou, toen liet hij zijn woonkamer zien en dat was zo chic dat Floris dacht dat alles van het oud vuil kwam uit Amsterdam-Zuid. Ja, heb je ook gevonden bij het grof vuil in Oud-Zuid? Ja, het is een... Ook gevonden bij het oud vuil zeker? Hier, dit heb ik vandaag nog gevonden tijdens het tjoepa-uitlaat. De oesters bedoel je, heb je gevonden net? Nee! Oh. Deze, kijk, hier was alleen dit vanaf. Maar het is een hele mooie braadpan. Dat is toch smerig? Dat gaat hij niet van straat oppakken. Nee, dat vind ik gewoon goor dat je dat dan oppakt. Of is het van het vuilnis van Amsterdam-Zuid? Oh, prima. Dan is het duur waarschijnlijk, of niet? Nou, toen gingen ze bij de drankkast drinken. Whisky. Nou, ze waren nog niet klaar. Hij pakte nog twee flessen erbij. Ja, wat? Maar weet je, ik vind alles leuk. Dit zijn allemaal dronken avonden dat er van die... Ja. Van die... ja, weet je wat van die Indiërs dan vragen van... Goh, willen jullie een polaroidje? Oh, dat soort mannen. Van dat soort mannen. Van dat vel. Dat is geen Amsterdam-Zuidvel. Dat is echt... Die dan zeg maar eerlijk geld te verdienen... door jouw herinnering vast te leggen... en daar een paar centen voor te vragen... om hun familie te supporten. Maar oké. Okay. Yeah. Piano? Speel je piano? Nee, maar als er mensen zijn die... Of course not. Dat is traditie. Niemand speelt piano die een piano heeft. Ik kan ook geen piano spelen, dus ik zit er ook aan te denken om eentje te kopen. Mensen zijn die piano spelen en hij was over, dus toen hebben we die... Zei hij nou hij was over? Dit is een piano! Niet een frikandelbroodje. Nou, ik liep ergens binnen en iemand zei tegen mij... Hey, ik heb nog een piano over, wil jij hem? Nou, het ging in de woonkamer laten zien en Floris was in goor. Ik herken deze bank wel. Dit is namelijk de Kivik van Ikea.
Ja. Dus in één keer raak, toch? Ja, dat is raak. Heb je toevallig een blacklight? Floris, niemand heeft een blacklight. Dat is ook gewoon goor. Waarom wil je dat zien? Dit is gewoon Gio's house tour al over again. Kunnen we even met een blacklight alles even donker maken? Hè? Nou, toen kwamen er vanuit Floris nog wel een paar slimme vragen. Wordt die spiegel nog vaak gebruikt? Ja. In de zin van... Hij hangt. Ja, het is niet dat ik hem af en toe uitzet of zo. Nee, soms gebruik ik hem wel extra. Dan doe ik hem zo op de zijkant en dan... Nee, we gaan niet naar boven. Ik zie hier nog een kamertje namelijk. Dit is een kamertje van jou. Oh, laat zien dan. Is een SM-kader? Leer en alles? Nee, een kamertje als ik bedoel dat je kon logeren. Oh! Ja, het is een SM-kamer inderdaad. Ik heb super graag dat jij je SM-praktijk helemaal in mijn huis uitvoert. Gewoon logeren, Floris. Fuck. Er is ook geen blacklight. Oké, nou, ik wil duidelijk een nieuw bed hebben van dit beter bed. Deze dus is beter gewoon, bed als u kijkt. Als we gasten hebben, dan kunnen ze hier gewoon liggen. Dus deze kamer is eigenlijk ook voor een student geschikt, maar die is gewoon gastenkamer. Een gastenkamer. Ja, dat is wel relaxed. Wauw. Dit is een student. Hij werkt 2 dagen per week en heeft een gastenkamer. Ik wil rijke ouders. En als we ooit nog erover gaan twijfelen om een au pair te nemen, dan doen we dat natuurlijk. Ja, of weet ik veel, als ik ooit nog eens 24-7 bewaking wil voor mijn hond, dan kan die hier slapen. Ik wist al 1 jaar geleden niet wat een au pair was. Ik ben 25. Nou, toen ging ze naar boven en dan ging hij zonder slag of stoot. En ik dacht, hij doet er nog eens. Godverdomme, dat klote kuthuis. Ja, maar dat is Amsterdam. Dit is Amsterdam. Zakstront, je weet nog dat ik in 1,90 ben. Oké, Jesus Christ. Je loopt zelf tegen de fucking plafond aan. Ah, hoeren. Fuck, waarom zeg je dat niet fucking zakstront? Rijk Hofman, voor de sollicitatie. Ja, dat klopt, als leidinggevende. Keurig. Dus hier, kan je ook als je een weekendje alleen bent, dan kan je hier met z'n... Je hebt al met z'n tweeën in bad gezeten een keer? Ja, Floris, ik zit wel eens met mijn vriendje in bad, ja. Ik vind het zo mooi hoe Mark reageert op Floris. Ik weet niet of Mark Floris echt fucking erg haat of hem gewoon fantastisch vindt. Ja, Floris, ik ga wel eens met mijn vriend in bad. Wil je anders een blacklight erbij pakken of zo? Nou, toen verzon Floris weer zijn eigen giveaway. Abadani Tonkamis. En toevallig geven we er eentje weg. Mark die geeft er eentje weg. Aan de beste inzender van deze show, nee. Ja, nee, helemaal goed. Kan wel. Dat is een luchtje van 140 euro. En toen liet hij de kamer van zijn huisgenoot zien. Oh, dat is ook keurig. Nou, ik hoop niet... Hoe heet je huisgenoot? Is keurig? Motherfucker heeft balken aan zijn plafond. Niemand heeft balken aan zijn plafond. Alleen rijke mensen zien houten balken aan hun plafond. Deze kamer is op het woord lul na hier... Is deze kamer fucking lekker? Hier, hij heeft zelfs nog een 300 jaar oude deur. 1703? Maar hij heeft geen lekker bed. Nee, dus hij moet een beter bed hebben. Als je dat kan sponsoren. Hij heeft namelijk een bed en hij zit... Gewoon, hij heeft een matras op een... Ik zou zeggen, een beter bed als u kijkt of een andere beddenshow die kijkt. Help Mark en zijn huisgenoot de Winterdorp. Help hem de Winterdorp. Deze kill leeft als god in Frankrijk. Beter bed. Alsjeblieft, help deze mannen. De Winterdorp. Het kan niet zo langer. Ze moeten hun... Ze moeten meubels halen van het oud vuil in Amsterdam-Zuid. Toen gingen ze champagne atten, de chique dames. Een ginshotje, oester klaarmaken met een... Is dat een ridderhandschoen? Dan denk je, dan zijn de opnames wel voorbij. Ze hebben ook fucking veel gezopen. Maar nee, zeker niet. Ze stapten de bureau in. Ze gingen de hond uitlaten. Dit plaatje is het meest Amsterdam-Zuid wat je kan krijgen. En ze hebben trouwens gewoon gedronken, hè? Gelukkig was dat niet te merken. Lekker hè, die bieren! En toen zijn ze gaan doordrinken. Tuurlijk.